Ja, dames en heren, welkom bij de jaarlijkse stafvergadering. Het is al een tijdje geleden dat we met z'n allen zo bij elkaar hebben gezeten. Er zijn wat nieuwe gezichten, dus ik wil beginnen met een voorstelrondje. Ik ben Tex Meeuwissen, de directeur, maar dat spreekt denk ik voor zich. Dus ik wil bij jou beginnen, Yvonne. Ja, ik ben Yvonne, ik ben de personal assistant van Tex. En ik doe eigenlijk alles rondom zijn agenda. Ja, en dat doe jij goed. Ryan. Ja, ik ben Ryan, ik ben hoofd Daily Operations en ik doe eigenlijk alles waar Tex niet aan toe komt. Ik ben Stefan, ik ben Floor Manager Daily Operations en ik doe eigenlijk alles wat Tex tegen Ryan zegt, maar ik breng het over op de vloer. Ik ben Niels, ik doe de marketing en sales bij dit bedrijf en doe ik met heel veel plezier. Ja, ik ben Eva, hoofd HR en ik zorg ervoor dat de sfeer gewoon heel goed is. Ik ben Mark, ik ben senior hoofd HR en ik zie er eigenlijk op toe dat Eva haar werk heel goed doet. Ik ben Tron en ik ben de data engineer. Max, de content developer voor de data engineer. Ja, ik ben Eva, de andere Eva. En ik ben communicatie facilitator. Ik zorg ervoor dat Max en Tron in direct contact kunnen staan via mij. Duidelijk. En jullie twee? Ja, wij zijn de twee hoveniers van hoveniersbedrijf Meus. Ja, de mannen van de vloer. Hè. Wij leggen voor de klant zeg maar de tuin aan. Maar ook onderhoud. Een beetje knippen, een beetje mesten. Maar ook binnentuinen. Doe ook. Oké, eerste punt van de agenda. Slecht nieuws. We moeten bezuinigen. Dus ik heb een extern bureau ingehuurd om te kijken waar de kosten bespaard kunnen worden. Hier is Alex Ploeg. Goedemiddag. Zoals elke hovenier weet, voor een gezonde tuin moet er af en toe onkruid gewied worden. Dus ja, we hebben even uw bedrijf tegen het licht gehouden en wat data geanalyseerd. En we zijn helaas toch tot de conclusie gekomen dat uw hoveniersbedrijf simpelweg te veel hoveniers heeft. Dus ja, ons advies zou toch klinken, ontsla een van de twee hoveniers. Ja, ja, heldere taal. Dankjewel, Alex. Wie is hier voor? Ja, en wie is tegen? Ja, dat is dan aangenomen. Dat is niet leuk, maar Kees, je kunt gaan. Je bent ontslagen. Ja. Ah, lekker dan. De spullen kun je hier laten, Kees. Ze zijn van het bedrijf. Ik krijg nog bloemen. Ja. Dit is nooit leuk. Wat wel leuk is, volgende punt, social media. Daar liggen kansen om meer tuinen te gaan doen. Dus ik heb een paar vloggers aangenomen. Ja. Dus ja, zin in. Ja. Goed idee. Oh ja, en Alex komt ook in vaste dienst trouwens. Ja. Nou, welkom. Ja, hey, even kijken wat voor rol we dan gaan krijgen. Ja, dat gaan we allemaal zoeken. Ja.